Vandaag gaan we het hebben over Logan Paul versus CSI. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag gaan we het hebben over de CSI versus de Logan Paul fight. Vandaag, we hebben in augustus afgelopen zaterdag was er een gevecht tussen Logan Paul en CSI. Ik heb hier een artikel bij mij staan. Ik heb dat ondertussen al vertaald. Wie heeft de strijd tussen CSI en Logan Paul gewonnen? Met een grote schok voor iedereen kondigde de juryleden een meerderheid aan. Een draw dus. Een gelijkspel. De jury scoorde 57-58 in het voordeel van CSI. 57-57. Logan Paul kwam sterk naar voren, ongemakkelijk de eerste twee rondes, waardoor de meeste spelers in de arena een schok kregen. Ondanks de indrukwekkende start begon de Amerikaan moe te worden. CSI maakte er het beste van door een aantal belangrijke dubbele stoten in de derde ronde neer te zetten. Toen de klok tikte, werden de stoten aan beide zijden geland. Konden fans vertellen dat een close-up zou worden, want de juryleden, de boxers en de fans hielden te wachten. Het duurde een paar seconden nadat de beslissing was bekendgemaakt om een rematch overeen te komen en het paar bleef woorden in de ring houden. Logan Paul zei: "Ik heb het gevoel dat ik een gevecht gewoon heb gewonnen, maar deze herkansing zal gek worden." Dus er komt een rematch aan van het gevecht tussen CSI en Logan Paul. Ik maak deze video niet omdat ik fan ben van hun. Ik ben eigenlijk niet echt fan van Logan Paul of van CSI. Ik heb het gevecht niet eigenlijk gevolgd. Ik heb alle drama daar niet rond gevolgd. Nu maak ik er wel een video over. Omdat Logan Paul, ja, Amerikaan. Kijk, Amerikaanse YouTubers. CSI, Engelsman. Ja, en dan heeft zijn jongere broer, Digi, tegen Jake Paul. Ik weet niet of dat echt op iets getrokken heeft. Maar het was in Londen. En ja, Logan Paul. Allee, ik kwam eigenlijk zo. Ik heb mijn video juist gekeken. Logan Paul. Allee, CSI heeft dus een gevecht gehad tegen iemand. Niet dat ik zijn naam nog weet. En die zei: "I want one of the Paul fight with me." Dus hij zei: "Ik wil één van de Paul, Jake Paul of Logan Paul." En dan ja, is het Logan Paul geworden. Maar dan is Deji, KSI zijn jongere broer, erbij gekomen. Die heeft Jake Paul uitgedaagd. Ik zou mijn geld eigenlijk gezet hebben op Logan Paul en Jake Paul. Niet dat ik echt fan ben van hun, maar het zou wel kunnen. En dan is er, waar ik het gevecht geweest. Dan ja, die rematch. Dan binnenkort, ik weet niet juist wanneer dat rematch is. Maar ik hou jullie up-to-date van het gevecht KSI Logan Paul. Deze was nu eigenlijk een video dat ik eventjes wou maken. En deze video maak ik op 27 augustus 2018. Deze video gaat waarschijnlijk in september online staan. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het tof van dat ik over andere YouTubers praat? Logan Paul of KSI. Smash dan zeker de like button. En comment hier beneden iets wat jullie zeker willen dat ik nog bespreek in een volgende video. En dat ik zeg. Ja, doei!